Beste beleggers, welkom bij de podcast van 1 juli. Bij ons studio zit zoals gewoonlijk Geert Schai van beursgenoten.nl. Ook hebben wij een speciale gast, namelijk André van Eerde, directeur van vermogensbeheerder Abeveld International uit Haarlem. Welkom, heren. Goedemorgen. Goedemorgen, Rick. We hebben er weer zin aan. Ja, zeker. We gaan het hebben vandaag over uh, de aandelen ING, ABN Amro, Rabo-certificaten, Facebook en de pareltjes. Natuurlijk ook onze winnaar Avantium. Ook bespreken we Shell en een uitgekiende optiestrategie. Aan het einde van het gesprek wil ik jullie favoriete aandeel van de Amsterdamse beurs horen. En natuurlijk een strategie van Geert van een aandeel met een uitgekiende optiestrategie daaromheen. En ook Jan Parelsje Geert zoals uh, vorige keer afgesproken. Je legt de lat wel heel hoog Rick, maar we gaan ons best doen. Zeker. Ja. Kortom, uh, we hebben veel te bespreken heren. Maar voor we los gaan André, we hebben elkaar besloten om elkaar te tutoriëren. Zeker. Ja. En wat is eigenlijk het verschil uh, tussen wat jij en Geert doet? Ja, ik ben uh, vermogensbeheerder en een vermogensbeheerder die, uh, ja, het woord zegt het al, wij beheren de vermogens van de klanten. Dat beleggen we breed in allerlei aandelen en wij nemen de beslissingen voor de klant. Wat Geert doet met beursgenoten is natuurlijk adviseren en uh, ideeën geven aan cliënten. En uh, van die ideeën, ja, wij pikken ook wel eens een ideetje mee van beursgenoten. Okay. Maar en wij goed. beleggen dus echt uh, en wij nemen alle beslissingen voor onze klanten. Oh, mooi. Dat is goed. Het is eigenlijk, kijk zo, ik, ik schrijf ook wel vaak in mijn voorwoord. Hè? Beursgenoten wikt en de klant beschikt. En bij Abeveld International is het eigenlijk precies andersom: je hebt je vermogen en dat vermogen geef je in vertrouwen aan de vermogensbeheerder, omdat hij dat gespreid belegt naar het profiel wat, wat uh, is vastgesteld. Nou, op die profielen uh, is natuurlijk heel uh, wat te doen, daar komen we ook nog wel uh, op mm. uh, straks. Um, maar uh, dan wordt je vermogen dus beheerd. Um, Mensen die hun vermogen laten beheren door een vermogensbeheerder, die hebben heel veel, uh, vaak een lidmaatschap van beursgenoten erbij. Want het mooie is tegenwoordig, bij vermogensbeheerders kun je ook in je portefeuille kijken. Dus je ziet eigenlijk precies wat ze doen en, en waarin ze beleggen. En dan is het soms heel grappig om even te toetsen van, nou, uh, hoe denkt beursgenoten over die aandelen? Maar natuurlijk moet je het vertrouwen geven aan een vermogensbeheerder, die moet je uiteindelijk. Uh, ...leiden en zorgen en heeft hij ook verantwoordelijkheid uh, voor. Hij is ook getoetst op de Nederlandse banken, de AFM, etc. Dus dat is allemaal in orde, maar bij ons is het meer... ...ja, uh, uh, wij geven adviezen en je moet zelf maar uh, kijken wat er van je gading uh, bij zit. En je moet ook zelf zorgen voor je spreiding en je evenwicht en al dat soort dingen meer. En hoewel we het daar wel vaak over hebben, um, is dat dan wel die eigen verantwoordelijkheid. Dus ik geef adviezen tot de voordeur wat je koopt en bij wie je het koopt en, en hoeveel je koopt. Dus al mijn eigen pakje aan. Ik heb gewoon mijn ideeën en die lanceer Dat is een goed aandeel, dat is een waardeloos aandeel. Weet je? En, en, en de tussenwegen daarin. Maar het ja. is ook leuk, Geert, dat we regelmatig cliënten van ons krijgen. En die komen met een idee wat, wat jij dan geeft in beursgenoten. En dan vragen ze, ja, is dat iets voor onze portefeuille? Ik zou er graag in willen. Dan is het natuurlijk niet zo dat wij zo strikt zijn en zeggen van nee, dat doen we niet. Hè? Want wij bepalen het beleid, dat doen we ook natuurlijk. Maar dan maken we af en toe best een leuk uitstapje naar een... Uh nou, nou, een van jouw pareltjes. Uh, nou ja, uiteraard. dat is ook wat ons bindt eigenlijk in het werk. Hè? Wij zitten in hetzelfde thema's te beleggen. En, en op het moment dat, dat wij een analyse hebben. En, en, en jij zou zeggen, we hebben veel contact. Wel, uh, ik, ik vind helemaal niks aan die en die reden. Die, argument, die, die discussies die voer je vaak al vooraf. Hè? Ik vond het ook heel knap. Dan kom ik straks ook even terug. Dat jij dat Amerikaanse aandeel heel hoog verkocht. En, en de winst nam. En vervolgens zegt ik, wat lagere de koers, ik weer. En dat, dan daalt hij 15, 20 procent. Ja, een homerun voor jou. Hè? Dus, maar goed, zo, zo hebben we dus uh, interactie en loopt dat ook wel parallel. Nou, okay. dus, uh... André, even over de beurs. Uh, wat vind jij nou van de huidige koersen en uh, ja, over de beurs in zijn algemeenheid? Ja, het is eigenlijk een open deurtje. Uh, ook onze luisteraars zullen dan denken: wat staat die beurs nog hoog? Het is onvoorstelbaar. Uh, we hebben een coronacrisis, een economische crisis, noem maar op. Maar die beurs gaat maar omhoog. Mm -hmm. Zo denk ik er ook over. Ik vind de beurs natuurlijk hoog. Maar je moet nooit tegen de uh, stroom inzwemmen. En never fight the tape, je kan allerlei termen erin gooien, maar uh, de beurs gaat omhoog. Die gaat omhoog op hoop. Op hoop dat de coronacrisis snel over is en dat de economie weer snel herstelt. We zien ook de eerste tekenen dat het economisch herstel eraan zit te komen. Dus uh, ja, we gaan daar toch in mee. We hebben wel wat, nog wat liquiditeiten in onze portefeuille. Dat als die beurs toch nog wat omlaag gaat, dat we wat aandelen kunnen kopen die we heel graag in portefeuille willen hebben... En die we nu nog wat minder in portefeuille hebben, maar uh, per saldo uh, de beurs uh, is niet te hoog, die is nooit te hoog, hij is ook nooit te laag uh, en kan best nog hoger. Maar uh, ja, wij blijven wel voorzichtig. En Geert, wat, wat is jouw visie eigenlijk over de beurs? Ongeveer hetzelfde nou, als van ik, anderen? Nou, nee, ik ben wel, ik ben denk ik wat kritischer toch wel, hoor. Uh, uh, weet je, het, het uh, thema wat ik vorige keer ook aangehaald heb van zelden uh, winnaars en uh, by the losers, dat blijf ik wel, uh, wel handhaven. He, als, je, als je aandelen, zoals bijvoorbeeld uh, ASM uh, Lito, die staat op 325 euro per aandeel. En ja, weet je, terwijl de gemiddelde koersdoelen bij wijze van spreken lager zijn. Dus in de verre is het terecht dat zo'n aandeel zo ver vooruitpareert op eventuele groei. En als die groeide dan komt, kan het aandeel dan nog hoger? Hè? Ik bedoel. Uh, um, weet je, het, het, het lijkt er gewoon op of er geen alternatieven zijn voor geld en, en het lijkt er niet alleen op dat is ook gewoon zo en dan gaan mensen beleggen in die aandelen die heel erg vast gestegen zijn waarbij ik dan mezelf afvraag van wat is de stijgingspotentie daar dan in terwijl uh, ik kijk dan naar de aandelen die gedaald zijn en zit daar dan iets van mijn gading uh, tussen en, en daar zoek ik het in ik noem voor de grap, dan moet je ja. geen waarde echt een vuurgrootte die bijvoorbeeld 65% gedaald is een unibail uh, 64% wereldhaven, 59%. Nou, als ik moet kiezen tussen wereldhaven en Unibail, dan gaat de bevolking duidelijk uit naar de, naar de Unibail. Dus mensen die dus 59% verloren hebben ten opzichte van, van de slotkoers van wereldhaven, zouden even zo vrolijk nog naar Unibail kunnen verkassen, want die is 64% gedaald. Dus je pakt eigenlijk 6%. Uh, uh, zeg maar koersverlies uh, uh, extra, ja. als je het even uittrekt. Hè, terwijl Unilever gewoon de beste kaart heeft. Royal Dutch Shell 49% gedaald. Moet je ze niet kopen, wil ik het straks even over hebben. Kendrion 45% gedaald. Dus daar liggen de kansen. En wat wij dan doen, we gaan het baloer liggen. Zien we die turnaround in die bedrijven? Denken we van: oké, okay, het ijs houdt, we kunnen erop schaatsen. Dan gaan we met die banaan. En. Uh, en, maar, uh, je moet beleggen, dat is het alternatief, maar ik, 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 ik ga steeds breder kijken hè? Dus, uh, uh, en de goede aandelen hè, zoals, zoals, zoals de Facebook, uh, de Amazon aandelen, uh, maar dat geldt ook voor de TKW, echt die groeiaandelen. aandelen, mm -hmm. Unilever, Aholt, uh, die kun je allemaal naar mijn beleving rustig in je portefeuille houden zitten, maar als zelfstandig belegger probeer je toch een beetje op scherp te snijden. en anderen zegt ook wij hebben liquiditeit, ik dacht dat ze zelf voor nieuwe klanten 50% liquiditeit hadden, dus, dus ja, uh, ook zij zijn heel voorzichtig daarin. En ik denk dat dat wel de boodschap is. Die corona, die lijkt in Nederland weg. In het noorden hebben we bijna geen corona. Je ziet iedereen gedraagd, zich het na. Ik was afgelopen weekend in Noordwijk aan Zee. Mensen knuffelen elkaar, ze doen. Uh, weet je of er niks aan de hand is. Nou, of of uh, we zijn in eerste instantie bij de neus genomen met de corona. Dat het gewoon minder ernstig is dan dat het was. Of we worden, worden nu ergens verleid om bij de neus genomen te worden. En komt er een, een tweede golf straks met alle gevolgen van dien. Er is nog niet een afdoende medicijn. Dus ja, er is gevaar en ik weet niet waar. En dan is het ook heel erg moeilijk duiden of alle licht op groen staat. Kijk, dat de cijfers nu goed zijn, ja, is, 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 is uh, op zich uh, vanuit het dieptepunt. Hè, je, je gaat naar beneden, het eerste kwadraal giga en dan stijg je nu. En, en dat is eigenlijk allemaal logisch. Je zet het af tegen een hele nare periode. En het tweede kwartaalcijfers van bedrijven, die komen er dus aan vanaf nu. Ja, die zullen echt slecht zijn hoor. Maar ja, hoe slecht is dan weer een zeer de vraag. En hoe slecht moet je dat ook weer relativeren naar hoe staat het ten opzichte van de koers? En ten opzichte van de koerswinstverhouding, ten opzichte van het dividendrendement en ten opzichte van de groei. Nou, dat zijn nog wel wat dingetjes hoor. En daar kun je de aandelen niet meer van één kam scheren. Er liggen kansen. Maar er zijn ook gevaren. Even, even concreet, Geert: welke aandelen moet je dan wel en niet hebben in deze tijd? Ja, ik bedoel, een Unilever vind ik een heel koopwaardig aandeel. Je ziet bij Unilever ook een, een, een aantal van koopadviezen. Een gemiddeld koersdoel wat toch een, een procent of 7 zeven ligt aan de huidige koers. Maar je ziet ook een verschuiving in de wereld. Hè, dat, dat mensen toch meer thuis dingen doen. Dus die voeding loopt goed, ze verzorgen zichzelf beter met zeven en dat soort dingen. Dus, dus dat speelt hun ook in de kaart. Toevallig kwam UBS van de week, een Amerikaanse analist. Die kwam met een verkoopadvies op Unilever. Ja, dat begrijp ik dan echt niet. Je kan het wel weer vertolken naar Amerikaans. Want die zegt bijvoorbeeld: wij hebben liever een, een, een uh, Procter Gamble, bijvoorbeeld. Hè? De, de, dus binnen de peergroep uh, uh, hoeft Unilever niet beslist de beste van de wereld te zijn. Maar het is wel een van de betere spelers van Beurspijn 5. En, uh, en zo'n aandeel zie ik bijvoorbeeld heel graag in het Maar ook Ahold ben ik niet bang voor. En, 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 en zo zijn er tal van de aandelen die wel de revue passeren. Maar ik blijf wel als ik echt zeg van. Uh, Um, welke aandelen zijn van Dan ga ik toch echt wel een beetje naar de grote jongens en de okay. stairs op de beurs. Oké, okay, nou interessant. Nou even André, als smogersbeerder rusten er natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid op jullie schouders. Maar even over de aandelen die je in portefeuille hebben. Welke aandelen zijn dat bijvoorbeeld? Eerst over die verantwoordelijkheid, ja, die, die voelen we ook. En, ja, je hebt net Geert gehoord over allerlei aandelen. Wij kijken naar alle aandelen. Uh, we zijn uh, redelijk belegd. We hebben op dit moment een stukje liquiditeiten. Dat is een onderdeel van die verantwoordelijkheid, want uh, we moeten ons uh, wapenen dat als die beurs onverwachts toch naar beneden gaat, dat we daar dan uh, ja, uh, de mogelijkheid hebben om die portefeuille alsnog verder in te richten. Uh, aandelen waar we nu naar kijken is dan ook uh, defensief en groeiaandelen. Maar defensieve aandelen, ja, Geert noemde net al Unilever, uh, ik heb ook een aandeel Nationaal Nederland, vind ik een defensief aandeel. Ben ik zeer positief over het aandeel kan uh, naar onze mening rustig 20% stijgen. Uh, het is een dividendaandeel. Ze gaan de komende jaren uh, veel aandelen inkopen, dividend verhogen. Een ander defensief aandeel in Amerika is bijvoorbeeld uh, AT&T. Dat is een heel groot uh, telefoonconcern, maar die is ook uh, Warner Bros uh, overgenomen, uh, produceren media, is echt een dividendaandeel met een dividendrendement van 7%. En we kijken ook naar groeiaandelen. Bijvoorbeeld, een groeiaandeel wat wij hebben is Prozis. Prozis is hier een, uh, een tijd geleden in Amsterdam geïntroduceerd op de beurs. Is een beleggingsmaatschappij, heeft een groot belang in Tencent. Tencent is uh, in China een enorme speler met uh, bijvoorbeeld gamings. Ze hebben meer dan een miljard, uh, een miljard uh, leden uh, die betalen. Tencent is winstgevend. Prozis is naar onze mening een aandeel wat. Uh, Zeker nog 20% in waarde kan stijgen. Dus zo proberen we de portefeuille in te richten. Defensief. En een stukje fantasie, een stukje groei erin. Hè, om dat extra rendement te creëren. Proces, die is overigens ook uh, heel erg in de race om de advertentietak van eBay te kopen en het. Het toevallig stond vanmorgen juist in het nieuws dat zij de beste kaarten hebben om die acquisities te doen. Dat is natuurlijk klopt, ook een enorm opsteken voor dat aandeel. Ja, en Proces is ook een heel grote investeerder in, uh, in bijvoorbeeld thuisbezorgd. Hè? De Hero Delivery hebben ze, of Delivery Hero hebben ja, ze ja. belangen in. Dus uh, ja, het is een, het is een fantastisch Mooi, bedrijf, bedrijf. Goed bedrijf. Ja. Tegen het nieuwe beursnael te er staat ook een, een uitgebreide analyse over Facebook. En ja, je hebt de aandelen Facebook op flink hogere koers verkocht ja. om. Op ja, om vervolgens op lagere koersen weer terug te kopen. Wat is, wat is jouw visie erachter? Wij zitten al heel lang in Facebook. Dat is een van mijn favorieten. En ik geloof in dit bedrijf omdat ze hebben meer dan 2 miljard mensen... die elke maand minimaal een keer op hun pagina kijken. Dan hebben ze ook nog WhatsApp, ze hebben Instagram. Dus ze spelen jongere mensen, oudere mensen. Iedereen biedt een platform voor. Dus dat is een bedrijf dat alleen maar kan groeien. Maar soms loopt die koers natuurlijk wat vooruit op de, op de werkelijkheid. En die koers die liep op naar 240. Uh, ja, toen hebben we wat aandelen verkocht. En ik hoop wel dat ik ze goedkoper terug kan krijgen. Kijk, deze week zakte het aandeel op basis uh, dat uh, veel adverteerders zich terugtrekken momenteel. Uh, en dat uh, heeft te maken met dat, uiteraard, zo'n social media platform. dat laat ook uh, heel veel haatverspreiding uh, toe. Nou, dan willen dit soort bedrijven zoals Unilever en, uh, en Starbucks en zo, die willen zich daar allemaal van distancieren. Dus die hebben zich teruggetrokken. Nou, Facebook geeft natuurlijk gas om uh, die uh, adverteerders weer terug te krijgen. Het aandeel zakte naar 207, van 240 naar 207. Maar ik heb ze nog niet teruggekocht en het aandeel is ondertussen natuurlijk alweer aan zijn beweging omhoog. Bezig. Was dat dan ook de bodembel dan, die 207? 207 wachter? was even de bodem deze week. Maar ik denk dat we zo rond de 200 uh, uh, toch die aandelen nog wel weer terug kunnen kopen. Maar het uiteindelijk koersdoel over uh, in 2021, 2022 ligt zeker boven de 300. Oké, okay, interessant. En, en maar valt er nog wat te verdienen op de Amsterdamse beurs. Want je gaf net al even kort aan uh, dat je favoriet was van Proces en Nationale Nederlanden. Nou ja, veel beleggers hebben eigenlijk de laatste maanden heel veel verdiend. Dus er is elke dag wat te verdienen. En na een enorm slechte maand uh, maart, waarin de koersen daalden tot uh, nou ja, 16 maart, was het laagste niveau in de AX-index. Toen was die onder de 400. En de index staat nu weer uh, 560 uh, daaromtrend. Ja, dus je snapt wel, er zijn enorme mogelijkheden altijd om te verdienen ja, daar moet je bij zeggen, en daarom heb je ook een vermogensbeheerder nodig. Wij houden rust. Wij kijken naar die beurs op afstand. Je moet spreiden, want er, je kunt elke dag wel een aandeel eruit pikken. wat het misschien de komende week heel goed doet. En dan, 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 ja, dan zoek je dus de winnaars. Maar dat betekent dat je af en toe ook een verliezer hebt. Dus je neemt veel risico. Wij proberen dat risico te spreiden. Dat is onze taak op basis van het profielen. wat Geert al eerder aangaf. Uh, en op basis van het profiel nemen we risico. En voor de een wat meer risico, en voor de ander wat minder. Ja, als je meer risico neemt, kun je natuurlijk ook meer verdienen. En zoals ik al zei, er zijn elke dag winnaars. Mm. Maar um, dat is niet onze taak. Het is niet onze taak om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk rendement te verdienen. Het is, uh, onze taak is om binnen het profiel. Een heel goed rendement te scoren. En daar zijn we gelukkig heel goed toe in staat. Ja, Dat is ook het uitgangspunt van een, van een goede vermogensbeheerder, lijkt mij. Het vermogen dat is in stand houden. Ja. Dus ook uh, vermogen stand houden en laten renderen. Dat is ja. eigenlijk de taak ja. van het miljoen vermogen, ja, het vermogen denk, ja, In, in dat... stand houden, Geert. Dan moet je in ieder geval al 4% maken op jaarbasis. Ja. Om de, de belasting dan. en ja. noem maar op alles. Ja. Dus dat is al een hele. Een hele uit, uh, uitdaging. Een hele, hele, ja. hele klus. Nee, ja. Want want Gert, jij bent de man van de padeltjes. Uh, maar ja, je hebt uh, vorige keer met Avantium enorme honing geslagen. Ja. Echt, echt goed gedaan. Uh, heb, je, heb je nog zo'n mooie padel? Ja, gewoon, uh... gewoon bijna. Wat is het? Uh, 100% of, ja. gescoord. Ja, bizar toch? Ja, het is wel, het is wel grappig hoe dat, ja. dan, hoe dat dan gaat. Hè. Uh, we hadden een hele mooie analyse gemaakt. En op de dag dat de analyse kwam, steeg dat aandeel. De al ik van zijn sterke, ik heb ook aan een van mijn analisten gezegd, met wie heb je gesproken? Maar ja, dat uh, hij zegt met helemaal niemand. Uh, dus uh, nou, vervolgens toen, uh, was hij weer teruggeglijden. Nou, toen hebben we dat rapport naar buiten gebracht. En, uh, en, uh, en uh, een week later stond hij gewoon uh, 60, 70, 80 procent hoger. Dat is gewoon niet normaal. Ja, Blijkt dus ook een. een, een, een Financieel dat heeft er een stuk over geschreven. hebben mij ook nog gebeld. Maar ja, ik zei joh, ik heb mijn rapport gemaakt. Ik heb het toegestuurd. Hey, iedereen kan dat ook lezen op de site. Ik, ik, ik had er ook uh, wel degelijk de evenwicht in gelegd. Het is natuurlijk een heel kleine onderneming. Klein maar fijn. Uh, maar er zijn ook wel degelijk risico's aan verbonden. Hè? Dus ik, ik, heb, ik sluit daar ook in afkoop niet te veel. Uh, maar ja dat is een home run maar het was eigenlijk een cocktail van marketing van Avantium die ook in het buitenland in Engeland werd het bijvoorbeeld in de uh, Financial Times en nog een ander blad werd over Avantium geschreven er was een vermogensbeheerder die uh, had een positie opgebouwd ja dan zwemt er precies tussendoor en uh, de beursgenoten hebben denk ik allemaal de buiten binnen gehaald want ik bedoel, uh, met zo'n kleine handje je mag voor de grap wat laten zitten maar ikzelf zelf ben dan zo van uh, de, de groeten ja want je hebt op tijd had je gedraaid Stand van zaken. Take the money run. Ja. ja, ver boven de 762 ja. zo. Daar ja. heb ik ook een mail gestuurd naar de leden van de beste mensen. Als je zo makkelijk geld verdienen kan, weet je wel, dat is niet van de ene dag op de andere dag dat zo'n bedrijf plotseling meer waard wordt. Dat, 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 dat moet erin groeien. Um, maar goed, het is wat het is. Uh, ja. Een paaltje wat ik nu heb, is ook een paaltje wat ik al, al, al eerder heb genoemd: dat is Voorfarmers. Hè? 75% van de is van Voorfarmers zitten op dit moment met de vaste handen. Voorfarmers is wat we noemen een vitaal bedrijf. Dat betekent dat als die corona weer uitbreekt, of er komt een lockdown, dat er gebeurt iets, Voorfarmers zal altijd door mogen draaien. Want die is belangrijk in onze voedselketen. Hè? Dus het is een bedrijf wat, wat wel omzetverlies kan hebben, hè? doordat die pakhuizen vol zitten met. met, met met, met vlees en kip en bedenk het allemaal maar. Dan krijg je toch een beetje een, een melkverzadiging. Toevallig sprak ik dit weekend nog met een uh, directrice van een uh, melkwagen. Uh, een fouragebedrijf. Die vooruit. Die zegt, ja, wij verwachten toch een daling van zo'n 20, 25 procent in, die, in, die, in het, voervervoer, hè, het vervoeren van dierenvoer. Ja, zo moet ik het zeggen. Ja. Uh, want uh, ja, er wordt gewoon minder kippen en varkens aangezet. Omdat die slachthuizen allemaal pakvol zitten. Doordat de restaurants niet afnemen. et cetera. Um, uh, maar uh, je zag ook bij voorvaders dat die omzet daalde, maar die marge verbetert het heel duidelijk. Ze hebben een enorme mooie mix over de hele wereld eigenlijk. Dus, dus uh, 2 miljard euro omzet. Het aandeel doet het niet echt. Hè? Dus er dus zit toch op een of andere manier nog een grote verkoper in. Er staat zo rond de 45, 55. Ik heb zelf overigens positie. Mensen die mijn positie willen zien, kunnen dat nakijken bij meldingen op de site van Beursgenoten. Dat is voor iedereen is dat toegankelijk. Um, uh, maar kijk, weet je wat het is? Het is altijd leuk als je een aandeel uh, adviseert. Bon, het gaat omhoog. hoog. Het Afantjum-verhaal, daar dromen we natuurlijk allemaal van. Maar deze kans is er niet minder om. Alleen nu komt het even op beleggen aan. Het heeft leuk dividendrendement. Dat is een aandeel die kun je lekker op de plank leggen. Ik lig daar niet wakker van hoor. Nou, André, je hoort dat van Geert. Wat, wat vind jij over voorvangers? Ja,. Um... Dat is een prima aandeel, uh, zonder meer. Dus wat dat betreft deel ik de mening van Geert. Zeker. Nou vraag je natuurlijk, uh, hebben jullie die aandelen dan in portefeuille? Mm -hmm. uh, wij hebben die aandelen niet in portefeuille. Uh, bijvoorbeeld Avantium hadden we ook niet in portefeuille, hebben we ook niet in portefeuille. Maar dat heeft te maken met uh, dat wij uh, qua uh, belegging altijd in, uh, in ondernemingen beleggen die minimaal uh, een paar miljard beurswaarde hebben. Hè? Omdat een van onze criteria voor het beleggen in een bepaald fonds. Is liquiditeit, liquiditeit in het fonds. Dat uh, wil niet wegnemen dat inderdaad voor farmers. is natuurlijk een uh, bedrijf wat een tijd geleden naar de beurs is gekomen. het afhankelijk heel goed deed, daarna uh, gedaald is. en nu inderdaad op een niveau ligt. waarvan je denkt: van ja, dit is best een, uh, uh, een aantrekkelijk aandeel, zeker. Dus uh, het zou een aandeel zijn waar ik privé wel in zou durven rokken. Oké, okay, nou duidelijk. Weet je ja, weet je twee tegenglijden. Maar... Ja, nou, we zijn het wel eens. En ja. ik begrijp als vermogensbeheerder ook dat je heel beperkt in die kleine aandeel. Ik vind, je mag het nooit uitsluiten. als je echt een bepaalde zit, moet je zelf in een, in een beetje een portefeuille die een beetje, een beetje actiever is, zou je een klein stukje daarin mee moeten nemen. Maar dat is dan maar een pers, misschien 1% van de waarde van de portefeuille. Maar een vermogensbeheerder moet zich natuurlijk ook kunnen bewegen in een fonds. Hè? Dus dat is niet voor iedereen uh, voor iedereen weggelegd. Uh, bijvoorbeeld een. Een Robeco zou daar ook niet in kunnen. maar nee, want dan pompt hij slikt koers, ja, precies. Ja, dus, de uh, koers onderuit. Maar Geert, je maakt je zorgen over Europa. Ja, vertel eens. Nou ja, ik kate dat net al aan. Kijk, die, 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 die corona he, is heel ernstig aangezet. Een lockdown en op slot. En dit, dat. Terwijl hier in het noorden was geen corona. He, maar we moesten allemaal mee op slot. En ik ben het daarmee eens. Ik heb me er ook aan gehouden. Ik heb bijna drie maanden vanuit huis gewerkt. Dat zei ik, ik kwam nergens meer. Nu, nu, nu lijkt het gewoon, zeg maar, een beetje. Een beetje uh, weg, wat naar mijn beleving niet zo is. Ik, ik kan dat beleid allemaal niet zo goed duiden. Maar wat ik, wat ik wel zie, en dat, dat zijn natuurlijk economen en de Europese Centrale Bank, die grijpt op een verschrikkelijke manier de macht in Europa. Zoals uh, 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 so 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 Engeland, die is mooi uh, eruit. He. De brexit is, is geweest te nog wel wat, maar goed, dat is toch allemaal kwaasje, want weg is weg. Maar we bouwen zo enorm veel uh, schulden op met eurobonds, door mijn geld in de economie te pompen, dat ik, stel je voor dat wij ooit een nexit zouden willen, zouden er ooit uit willen. Ja, dat is, we zijn bijna niet meer, we kunnen financieel, kunnen we er niet meer uit. Uh, het, het, het is... Het is gewoon zorgwekkend zeg maar, hoe er met geld gegooid wordt. En, en, en komt dat geld dan ook bij de bedrijven neer? Als ik naar de beurs bekijk, geloven ze het allemaal wel. Maar wij hebben geen uh, liquiditeitscrisis, we hebben een, een solvabiliteitscrisis. De bedrijven die dus niet voldoende spek op de botten hebben, die gaan pijnleiden de, 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 af, de tweede kwartaal. Hoor. Dat gaat ervoor te komen. En moeten ze dan met de patron bij de aandeelhouders of, of, of moeten ze dat gaan lenen? Um, uh, wat is de euro nog waard als er daar, als daar heel veel geld bij gepompt wordt elke keer? Dat, daar, daar moet je gewoon, echt, gewoon heel veel zorg over hebben. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat KPN dus geweigerd heeft, terecht geweigerd heeft, om alle data beschikbaar te stellen waar, op de Europese Commissie. Kan zien waar iedereen zich verblijft. Compleet gestoord natuurlijk. Ik zou bijna mijn telefoon kapot slaan. Ik doe in ieder geval die locatieverzunningen. Ik, ik vind het zo, zo beangstigend gewoon. Um, en dat geldt ook voor beleggen. Je moet, als je, als je dus belegt, en dat, dat zul je in de komende beursgenoten ook zien, we deden dat altijd al, moet je niet alleen nog meer in Europa beleggen. De euro is, is toch een, een, een munt die zijn risico's heeft. Hè? Wij trekken Spanje, uh, Portugal, Italië en Griekenland mee. Die munten kunnen niet devalueren. De in het verleden gebeurde dat één keer in zes, zeven, acht jaar. Dan werd zijn munt gedevalueerd. Dan konden ze weer vooruit. En dan likte iedereen zijn wonden. En iedereen geïnvesteerd had. En dan ging men maar weer verder. In Argentinië zie je dat bijvoorbeeld nog. Maar nu zitten ze euro's kunnen niet devalueren. De dus dat betekent dat wij het kind van de rekening zijn. In het voorwoord van beursgenoten zeg ik ook. Je mag je loos wijzen op die maniane mentaliteit. De corona heeft me één ding geleerd. Dat als je drie maanden gewoon minder weggaat, Veel thuis bent. Dat dat ook wel wat heeft. Je gaat klusjes thuis doen, je gaat sporten, je gaat andere dingen uh, uh, doen. Ik ben 15 kilo afgevallen, dus ik heb op mijn gezondheid gewerkt. Weet je, je gaat andere dingen doen. Normaal zit je in het en afspraken en werken en money, money, money. Zo zitten wij Noorderlingen in elkaar. Met zuiden, ja, het zonnetje schijnt op een bolletje. En, uh, en uh, ze vinden het allemaal prima. Ze maken zich niet zo druk. Wij zullen die dus moeten adapteren. Wil je deze crisis betaald krijgen, vroeg of laat, er zijn een paar dingen die er te doen uh, Inflatie. Nou, dat jaagt men op een verschrikkelijke manier aan. Probeert men aan te jagen. Maar komt het er dan ook daadwerkelijk? Uh, want als je inflatie hebt, geld dat waardig, betekent dat de schuld van, van uh, weet ik hoeveel, uh, zeg maar daalt door, door middel dat het geld waardeloos wordt. Maar dat is natuurlijk ook omgekeerd. Hè? Je spaargeld wordt dus ook, ook waardeloos. Het tweede is, er zal belasting betaald moeten worden. Nou, ik weet wel wie het kindje van de rekening is. Wij hebben in Nederland geen politici die opkomen voor Nederland... Het zijn eigenlijk allemaal mensen die hun, die, die hun kopje laten waaien naar de, naar de Europese politiek en volgens mij allemaal baantjes hebben. Maar er moest er iemand zijn die kloten had die zegt van Nederland staat op de tafel en wij doen niet mee met die ongein. Ik, ik, ik vind het allemaal prima. En ik geloof ik Verenigd Europa. Maar wij hoeven toch niet gebruikt en misbruikt te worden. En, en ik, wat dat gaat wel complimenten aan Rutte. En ook dat ze gezegd hebben van die schulden worden niet. Uh, dat worden niet uh, uh, zeg maar uh, binnen de begroting, maar dat worden echt uh, apart, aparte fondsen apart daarvoor. Weet je wel? Dat de status aparte heeft, dat vind ik al wel heel fijn dat Nederland dat in ieder geval dus Zeg, Maar ja, ik, ik maak me er zorgen over. Dus qua beleggen, want daar gaat het uiteindelijk om, uh, toch ook naar Engeland kijken. Toch ook naar Amerika kijken. Dus, uh, dus naar het buitenland. En met buitenland bedoel ik dan niet eurobeleggingen, maar bedoel ik dollarbeleggingen. Maar noem daar eens wat aandelen dan van Geert? Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb het toevallig voor de beursgenoten van, van de komende week, volgende week, dan komt de nieuwe beursgenoten uit, heb ik een aandeel caterpillar, heb ik uh, helemaal geanalyseerd. Als je ziet, die is vanaf 1933, 1933 een, 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 een div dividend-aristocraat. nooit dividend verlaagd al die oh, ja. jaren. Die hebben ook gelijk in de crisis enorm. Ga's teruggenomen. Ze hadden voor 7,7 miljard eigen aandelen ingekocht. Dat doen ze nog naast dat stabiele dividend. Uh, uh, eigen aandelen gekomen. Ze hebben onmiddellijk kredietfaciliteiten uh, 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 aangeboden. Ze hebben onmiddellijk geld uh, vastgezet. Dus die hebben iets van. Uh, ik, zij Zouden als omzet wereldwijd. Hè, ze zijn een enorme grote wereldspeler. Hè, als je helemaal stil zou vallen, dan hebben ze 7,7 miljard kosten. Hè, per maand, dat heb ik uitgerekend. Uh, om, om de fabrieken uh, draaien, het houden, personeel, etc. En als er geen dubbeltje binnenkomt, zou je dat dus verbranden. Dan kunnen ze gewoon bijna een jaar vooruit met, met cashgeld. Dat is natuurlijk onzin. Uh, ik heb ook gekeken naar de ruzie tussen China en, en Amerika. Weet je, wel? Dat, dat, je hebt dat handelsbelastingen, uh, wat, wat Trump ingevoerd heeft uh, met China. Dat heeft dat ruzie geleid nu. Trump die verkiezingen wil winnen, um, uh, blijft hij dat ook de hele tijd poren. Dat, heeft ook een beetje, dat leidt tot druk bij bijvoorbeeld Caterpillar, die een heel groot marktaandeel heeft in, in China. He, Caterpillar heeft die hele grote kranen, machines en mijnbouwapparaten. Maar ik heb, als je China eruit trekt, dat is uiteindelijk maar 10% van de wereldomzet. Nou ja, kijk, en je accent moet op Nederland blijven, want wij zijn Nederlands. Dat kun je het beste volgen, dat is dicht bij huis. He. Hoe verder van huis, hoe dichter bij het verlies. Maar tegelijkertijd moet je ook uh, wereldspelers mee durven nemen in je, in je beleggingen. Okay. Ja, want André, uh, jullie beleggen voor jullie klanten ook internationaal. Is dat eigenlijk om dezelfde reden wat Geert net aangaf? Ja, zeker. Dat ondersteun ik volledig. Uh, je moet internationaal. Kijk, Nederland is een heel klein land. En we hebben een paar aandelen eigenlijk, maar we hebben een paar bedrijven. Je zag net het Unilever. Gaat zijn hoofdkantoor verplaatsen naar Engeland. Dus de keuze is heel beperkt. En je wil breed beleggen. Dus. Wij beleggen ook veel in Amerika, heel veel Amerikaanse aandelen. Nou, Geert noemde net al uh, de dividend aristocrats. Er is een, uh, we hebben een lijst van 50 uh, aandelen die een constant hoog dividend geven... en constant ook een dividend laten groeien. Daar kun je uit kiezen. Dat heb je in Nederland veel minder. Je hebt in Nederland niet echte dividend aristocrats. Dus uh, je moet internationaal georiënteerd zijn... Uh, nou, dat doen we. En als wij uh, op een bepaald moment denken van... ja, we hebben te veel dollarbelangen... maar we willen die aandelen toch houden... omdat het fantastische bedrijven zijn. En als we dan denken dat de dollar naar beneden gaat... dan hatchen we. Dat, uh, dat is, dan dekken we onze dollarposities ook in. Dat, die dat verzekeren we wel. als het ware. Ja. Die verzekeren we als het ware. Dat doen we met futures. Dat is een techniek. Uh, dat is niet zo heel erg spannend, maar... Uh, uh, ja, je moet gewoon internationaal georiënteerd zijn. Maar ja, uiteindelijk komt de rekening bij iedereen. De huur, gas, licht en water in euro's. Dus uiteindelijk wil je je rendement ook in euro's maken. Maar dus dus jullie kopen eigenlijk futures op de euro-dollar? Soms, soms. Hè. Op dit moment niet. Op dit moment niet. Wij, uh, kijk, de euro uh, die ligt uh, eigenlijk sterk uh, al een tijdje. Geheel tegen de verwachting in. Want er worden natuurlijk enorm veel euro's uh, uh, in de markt gezet. Maar de euro ligt nog steeds sterk. Dus dat hoeven we niet te doen. Ja, het gaat jullie ook niet om een techniek, zeg maar, uh, 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 op de dollar. Het gaat erom dat zij de dollar uh, bevriezen ten opzichte van euro. Met andere woorden, als de dollar stijgt, haalt het niks uit. En als de dollar daalt, haalt het ook niks uit. Dat blijkt neutraal. Het belang ligt bij, bij, de, bij de aandelenkoers. Dat is eigenlijk nou, wat, wat je Precies, als je een, als je een het dividend... het simpel hoor, ja. Ja. <laughs> Kijk, als je een dividend aandeel in Amerika koopt met 7% dividend, maar de dollar ja. gaat 7% onderuit, dan heb je nog geen rendement. We hebben overigens dat op onze site mag. van Beursgenoten, het is wel belangrijk om te zeggen, het is voor jou ook interessant te lezen, hebben we een heel groot artikel geschreven. We hebben de heeft eigenlijk elke dag informatie, stand van zaken, waarin we bedrijven volgen. Elke dag als er nieuws is over bedrijven, vind je dat op de site. Maar de nieuwste evaluaties, waarbij we ook kijken, hoe gaat de rest van de wereld ermee om? Dus dat, dat is, hè, want beleggen is voortschrijdend inzicht. Maar er staat nou een heel mooi artikel in over, over dividenden en waar moet je op letten, op de vrije kaststroom, et cetera. En en echt een heel mooi inhoudelijk artikel waar ook uh, zeg maar heel diep daarop ingegaan wordt. Dus staat bovenaan op de bladzijde op dit moment. Kan je niet missen dus. Komt niet missen. Straks komt er ook nog een, een stuk over vastgoed. Dat heb ik gisteravond zelf nog geschreven. Uh, uh, en, en wat ook het nieuws haalde over, over, uh, over de, hoe de vastgoedfondsen. naar aanleiding van, van Blokker, die zegt dat de huren van de winkels moeten naar beneden. Nou, daar reageren ze allemaal op. Het is natuurlijk een politiek spel, maar ik geef daar ook in mijn mening. ...hoe ik dat tegenaan kijk. Dus uh, www.beursgenoten.nl. Gaat ja, super, Geert. Ik, uh, ik ga het zeker lezen <laughs> meteen. Ja, dat is interessant, joh. Ja. Maar. maar ja, wij hebben een heel team analisten. Hè? Het is, kijk, het is, niet, het is niet de Geert Schaaij show. Hè? Ik ben het gezicht. Ik ben de directeur. En ik, ik, ik heb natuurlijk een fingerspitsing gevoel. En dat merk ik elke keer weer. Oh, denk, soms een analist kan een rapport... ...is zo saai. En dan lees ik dat en denk ...wauw, heb je dat niet in de gaten... ...dat je op een pot met goud zit, weet je wel? En dan ga ik zo'n stuk... Ja, jij schrijft dat van zo dit. echt fantastisch. Nou ja, maar weet ja. je maar, ik, wat? Ik ben, ook enthousiast aan weet je wel, dus maar goed, ik heb natuurlijk zelf ook dan, ik hou het voortdurend die lijst met aandeel in de gaten, maar. Um, ja, elke dag hebben we dus nieuws op de site. Die site is eigenlijk zo belangrijk geworden. Het blad is in feite veel minder belangrijk. is ook belangrijk, want het is een heel uitgebreide analyse. Dan kun je ook een na, 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 naastje neerleggen en dan een dag of twee dagen later weer kijken. Of een maand weer maar kijken. Maar na, het is in feite een naslagwerk eigenlijk. Het is in feite een analyse. Terwijl, ja. terwijl de site natuurlijk... Er komen vandaag cijfers van een bepaald bedrijf. Dat kun je ook uh, voor twaalf uur meestal... Lezen wat wij ervan vinden, wat de interpretatie is naar de koers van het aandeel. Ja, oh, hartstikke mooi. André, Geert gaf net aan dat hij een enorm team van analisten om zich heen heeft. Maar hoe zit het bij jullie bij Abbeveld? Nou, we hebben eh, vermogensbeheerders die ook analyseren, maar die halen hun analistenrapporten, ik doe dat ook, van eh, externe partijen. Onder andere beursgenoten, daar, eh, die hebben veel analisten die gebruiken. We halen ook eh, analyses bij Goldman Sachs vandaan. Bij JP Morgan. En naar aanleiding van die analyses. maken we onze beleggingsbeslissingen. en stippelen we ons beleggingsbeleid uit. Dus het is niet zo dat wij zelf. analisten hebben. maar we hebben vermogensbeheerders. En die analyseren wel. en die produceren ook. Uh, stukken, rapporten, noem maar op. Dus uh, wat dat betreft wel. Oké, okay, maar als, ja, voor de luisteraars. die nu eigenlijk denken: van. nou, ik wil ook een stuk van mijn vermogen laten beheren. door Aanbeveld International. Ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Bij vermogensbeheer uh, is het zo dat, je, dat uh, je hebt een rekening bij een bank en wij beheren dat geld bij die bank. Dus als je klant bij ons wil worden, dan openen wij een, een rekening voor je. Dat doen we meestal bij Bing Bank, een prima bank. Daar, uh, die rekening die wij voor je openen, daar hoef je zelf niks aan te doen. Dat is een heel eenvoudig proces. Uh, daar uh, stort je je geld en dat geld, dat uh, beheren wij dan. Dus daar gaan wij uh, de portefeuille inrichten zoals we dat afspreken. Dus er zijn twee documenten voor de klant van belang. Wij openen de rekening, dat is een, een document, een document met de bank. En daarnaast een vermogensbeheerovereenkomst, waarin we precies afspreken van wat is het kader waarbinnen jullie gaan beleggen, wat is mijn profiel, wat wil ik, wat denk ik, wat kan ik. En op die basis gaan wij een portefeuille inrichten. Ik, nou, ik wil daar nog wel even iets aan toevoegen, wat heel belangrijk is, omdat ik net in mijn eigen familie dat nog meegemaakt heb. Uh, dat is dat de bankrekening bij een vermogensbeheerder. En dat zal bij Abeveeld International niet anders zijn. staat altijd op eigen naam. Dus zij openen ja. een bankrekening, maar wel op jouw naam. Okay. Een vermogensbeheerder kan nooit aan het geld komen. Die handelt ten gunste of ten laste van die bankrekening. En die kun je dan ook zelf inkijken. Dus je weet precies waarin ze beleggen, hoe ze beleggen, wat de rendementen zijn, et cetera, et cetera. En je hebt contact met je uh, accountmanager. En, en, en hoe dat belegd wordt, wordt vastgesteld. In een, in een profiel en een beheersovereenkomst. Als, 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 als je dus mensen hebt die zeggen... stot het geld maar op de rekening... dan moet je ontzettend uitkijken, uh, zeg maar. Want uh, dan gaat het geld van jou af... en dan ben je het zicht er ook over kwijt. Mm. En dat heeft enorm veel risico. En ik heb net in mijn familie uh, meegemaakt... en dan zeg ik ook, hoe is het toch mogelijk... Dat als je, als je dan zeg maar familie van me bent en je staat zo dicht bij me, dat je dan nog in staat bent om, om je geld te verkloten aan, aan een of ander uh, uh, vals bedrijf in Malta. Ja. Weet je, dus, dus daar wil ik op letten. Dat is ook het mooie van, van, van bijvoorbeeld Abenveld. Die staan onder toezicht van een Nederlandse bank. Die staan onder toezicht van autoriteit, de autoriteiten financiële markt. En dat moet voor elke vermogensbeheerder in Nederland gelden. Voldoen ze daar niet aan, blijft er weg. Maar Abenveld, uh, André, jullie voldoen er wel aan. Precies, en uh, dat willen we ook blijven. En, uh, en daar is dus inderdaad het belang van die vermogensbeheer overeenkomst. Dat profiel dat we, en ons beleggingsbeleid, we bieden niet meer aan dan dat we kunnen. Dat is heel belangrijk. He, we bieden niet uh, allerlei beleggingen in, in andere zaken aan dan aandelen en obligaties. Daar zijn we heel goed in. En voor dat gedeelte, wat u wil beleggen in aandelen of obligaties, ja, daar, daarvoor moet je bij ons zijn. En wij openen dan die rekening. En inderdaad, dat geld staat bij Bink of in singen Dat is Op eigen gang, naam. Waar we mee. Maar ja. op uw naam, daar blijft uw geld staan... En wij doen uitsluitend het goede beheer in aandelen en obligaties. Oh, super, zo nee, dus vertrouwen natuurlijk. Uh. En uh, nou, Geert, even terug naar de Amsterdamse beurs. Uh, wel een tijdje geleden over ING en Amir Ambro. Uh, maar ja, wat moeten we er nou mee? Ja, nou ja, wij, wij hebben de aandelen gouden staan. Als je, als je dus uh, kijkt naar de banken, ja, die moeten zichzelf uh, opnieuw heruitvinden. Hun verdienmodel is weg door die negatieve rente, et cetera, et cetera. Nou ja, maar nu. Denk ik dat je toch uh, weer even je uh, zonnebril op moet zetten. Want ik zie toch die zon een beetje door het water heen schijnen. Alhoewel, natuurlijk, door die corona zullen heel veel bedrijven omvallen. En vanmorgen las je nog VNG, die motorketen. Dat banken daar 50, 60 miljoen aan verliezen. Zowel ING als AB en andere bank. En zo staan natuurlijk veel meer bedrijven die, ja, die, die omvallen door die corona. wat ze dat geleiden. Maar het businessmodel is plotseling toch wel weer veel beter geworden. Omdat. ...daar heb je het, de Europese Centrale Bank gezegd heeft... Uh, uh, ...banken, jullie kunnen geld lenen bij ons... ...en weet je, je hoeft daar niet voor te betalen... ...je krijgt 1% erbij. Dus uh, ING Bank leent 100 miljoen... ...en die hoeft maar 99 miljoen terug te betalen... ...of dan twee jaar 98 miljoen terug te betalen. Weet je? Dus, 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 dus die krijgt erbij. Op één voorwaarde leen het uit aan het bedrijfsleven. Nou goed, als het bedrijfsleven dan ook een keer 2 of 3% betaalt... Dan, 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 hè? Dan, dan heb je al een enorme marge. Vroeger gekeken in de marge. Een marge maak je op wat je investeert. Je betaalt 1% rente aan de centrale bank. En je krijgt 2%. Dan heb je een marge van 100%. Hè? Maar, maar, maar nu, heb je, nu krijg je geld erbij als je dus geld uitleent. Dus dat is een verdien, nieuw verdienwinkeltje. En ik denk dat dat in de koersen van de aandelen nog niet voldoende zit verdisconteerd. Natuurlijk, die shit van die corona van het MKB en al die mensen, dat moet erin zitten. Maar daar, moet je, daar is de koers ook naar. de koersen van, van, van ABN AMRO, dat is ik, ik geloof 64% gedaald. En de ING ook zoiets, die, die zijn... Lager. Dus mijn voorkeur gaat uit de ING, is natuurlijk veel beter bezig, heeft een hele degelijke topman gekregen nu, dat is niet iemand die hele wilde avonturen aangaat en buitenlandse banken overneemt, maar is wel een boekhouder, die kunnen we op dit moment goed gebruiken en... Uh, ja, ING heeft mijn voorkeur. Ik weet niet hoe anderen erover denken, ABN ook. Maar ik vind het aandelen die mag je nu toch wel voorzichtig weer in je portefeuille opbouwen. Nou, dan sluit ik me helemaal ja. aan uh, bij jou. Uh, ING heeft ook mijn voorkeur. Kijk, die banken zijn wel echt gevoelig. Uh, ja, die zijn onderhevig aan sentiment op dit moment. Hè. Kijk, als er morgen weer bekend wordt dat er, uh, dat, uh, er zullen heel veel faillissementen komen, bijvoorbeeld ja. Ja. in de reiswereld. Nou, als banken daar uh, moeten ze afschrijving op maken. Die zijn ondertussen al uh, ingecalculeerd en ze hebben ook voldoende vermogen. Dus. Die banken gaan het overleven. Maar ja, door het sentiment kan die koers weer 50 cent omlaag gaan. En 50% is voor ING al gauw 8% koersdaling. Ja, ja. Maar inderdaad, ING is een aandeel als dat uh, weer eens wat goedkoper is ja dat is zeker een ander wat hij hebben uit de kruiden neer neer, die vermogensbeheer. als het weer wat goedkoper is ja, dus, ja, ja. ja we, we willen het beste tijdens. voor onze klanten Geert. dus wij zoeken ja. altijd Ja, naar heb het je ook gelijk Ik kon er niet ja. laten Je legt ja. het zo mooi voor maar <laughs> dus in dus feite verwacht je dat ing nog even naar beneden gaat nee ik zeg zeg niet dat de ing naar beneden gaat maar ik kijk wij hebben ing maar we hebben laatst, toen ze 7 euro stonden... hebben we wat verkocht, de helft van onze ING. Hmm. En die proberen we inderdaad weer te kopen. Als oh, hij zet ons een na. beetje naar beneden. Te oh, ja, nee, zo, ja zo is het, dat een short positie ja. in ING. Ja, ja. Nee. Ja, of door middel van... je kunnen ook bijvoorbeeld poets schrijven op ING... om op lagere koersen te, te kopen. Dat doen we ook, alleen ja, de, dan moet de premie wel echt interessant zijn. En kijk, een ING is natuurlijk een aandeel... dat is qua uh, omvang en investering zo laag... dat uh, als je dat aandeel wil hebben, koop je het aandeel gewoon. Oké, okay, dan duidelijk in ieder geval. Maar Geert, even over de Rabo-certificaten. Wat vind je eigenlijk ervan dat ze de bent? Nou, ik denk dat dat wel heel bekend is. Hè? Ah. Ik heb een keer bij Hardy Mens op televisie dat filmpje. Daar heb ik die, stonden die dingen hartstikke hoog. Daar heb ik gewoon gezegd: beste mensen, kijk uit met wat je koopt. Um, en dat was op televisie en dat uh, was ook nog in kranten uh, genoemd. Ik, ja, ik haalde dat wel uit. Ik bankier zelf bij de Rabobank. Dus uh, echt blij zullen ze er niet van geworden zijn. Maar hm. kijk. Die rabo certificaat is het diepste eigen vermogen uh, van de bank. En uh, uh, het mag ook omgezet worden in aandelen. En het wordt nooit afgelost. Uh, ze betaalt 6,5% rente, maar dat mogen ze skippen. En dat hebben ze nu gedaan. Ja, en ze hebben gewoon gezegd: betaal de rente niet. En je moet ook niet eraan kijken dat ze straks zeggen: van, we gaan toch omzet in aandelen. Met, met alle gevolgen verdienen. En ik vind het dan niet zo erg dat je zo'n obligatie in je portefeuille hebt voor een klein stukje. Maar dan ook voor een klein stukje: 3 of 4 procent van je vermogen maximaal. He, omdat, omdat daar wel zeker hele hoge risico's in zitten. Want je, je, nogmaals, je belegt in het diepste eigen vermogen van een bank. Daarom doen ze die lening ook tegen hoge rente. Want dat telt mee voor hun uh, voor solvabiliteitsratio. Omdat ze het als eigen vermogen mogen zien. Ze hoeven het immers nooit terug te betalen. En wat zag je? Je zag dat. Met heel veel, uh, heel veel uh, klanten van de Rabobank, boeren en tuinders. Ja, die, die belegden daar hun hele vermogen in. En ik heb vorige week nog iemand gehad hier. Ja, weet je, en ik snap het ook wel. Die, die boeren van oudsher doen een klompen uit bij de voordeur bij de Rabobank. En dan gingen ze naar binnen toe en dan gingen ze daar om centjes te halen als boerenleenbank. Maar dat is veranderd. Dus het is een keiharde zakenbank geworden, die uh, no business like business. En, en, en daar heb ik dus enorm voor gewaarschuwd. En ik blijf dat ook vinden. Dat, dat, uh, dat je daar maar heel beperkt in mag beleggen. Ja, uh, de risico's zijn er gekomen, Er loopt heel veel uh, bloed door de straten heen op dit moment. Ook bij beleggers. Hè. Ik een, een beroemde wielrenner in, uh, in Spanje. Die in Spanje woonde. Die kan terug naar Nederland. Die moet hem aanzoeken. Die is al zijn poen kwijt. Dus hm. zo zijn er nog wel wat een aantal mensen. Ik kan overigens wel zeggen dat. Als je vermogen 100% belegd zit in RABO certificaten, en je hebt de orders zelf niet uitgevoerd, maar dat is uitgevoerd. Uh, door een van de medewerkers dat je misschien toch nog eens zou kunnen ja, kijken. Kunnen uh, ja, ik weet niet meer, ik, uh, ik wil voorzichtig zijn, want ik vind kinder, mensen zijn er altijd bij met een volle verstand. Ze hadden het allemaal kunnen weten, ik heb het vaak genoeg geroepen. Mm -hmm. uh, maar je kan wel kijken in hoeverre er uh, sprake is van zorgplicht of niet zorgplicht. Ja. Uh, okay. Mensen gaan me niet bellen, want ik ben, ik ben totaal niet geïnteresseerd om me daarmee bezig te houden. Ik, ik ben belegger en dus, ja. dus uh, de juridische kant ervan. Maar het gaat nog wel een staartje krijgen, verwacht ik. Ik verwacht, ja. Uh, ja. ja, kijk, ze hebben wel een brief gestuurd naar een aantal klanten, maar een aantal uh, later klanten weer niet. Maar ja, dit is hun eigen Weet je, blijf ja, dus... nou, zo'n belegging heeft een bepaald risico. Ik verwacht dat ze in oktober, als het zo doorgaat als het nu gaat, uh, die rente wel weer gaan uitkeren. Dus ja, misschien moet je op Dipsys voor de lol wat aandelen, uh, of, ja, ik zeg wel aandelen, maar wat certificaten opkopen. Ja, maar het is tijdelijk natuurlijk, hè. Dus ik, uh, ja, ik verwacht ja, maar je 30. moet kennen je risico's. Ja. Punt, punt. Ja, ik vind de belegging van niks. Laat ik gewoon eerlijk zijn. Ik heb liever aandelen. Ik ben 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 ik shareholder. Ben ik ben mede-eigenaar van het bedrijf. Mm -hmm. Ik heb mijn en en Dan heb ik good times, bad times. Dit is gewoon. Uh, je geeft je pond en je krijgt een revenuur. Ja, oké, okay, mooi. Maar uh, André, ja, hoe kijk jij daar tegenover? Nou, ik kan uh, niet anders dan uh, wat Geert zegt onderschrijven. Kijk, uh, je belegt in, uh, ja, in eigen vermogen. Dus beleggers mm. gingen op zoek naar hoog rendement. En 6% rendement maakten ze. Het ging die koers naar 130. Uh, nou, vlak nadat ze, ze hebben besloten om, uh, om geen rente meer uit te betalen, ging die koers uh, terug naar 70, geloof ik. Hè, ja, je hebt de illusie dat je belegt tegen uh, zeker geld, 6% rendement. En dat is gewoon niet zo. Ja. En daar moeten beleggers voorzichtig in zijn. Maar, maar wat is jouw favoriete aandeel dan op het, op het Damrak? Nou, ik heb er eigenlijk twee. Uh, je hebt het al gehoord. Ik ben een ja. vermogensbeheerder. Dus altijd ja. spreiding. Dus ik heb nooit één favoriete aandeel. Uh, defensief is dat Nationaal Nederlander. Wat ik echt vind dat je nu, uh, uh, ja, nu moet kopen. Uh, en in portefeuille moet hebben. Wij hebben ze in portefeuille, uiteraard. En het uh, andere aandeel. Ik heb het al eerder genoemd. Prozus. Ik denk dat dat echt een aandeel is. Wat, uh, ja, dat is een groeiaandeel. Kan flink omhoog. Uh, gewoon op basis van hele goede beleggingen die ze doen. Goed beleid. Dus. Twee aandelen zijn op dit moment mijn favoriete aandelen. En op de achtergrond natuurlijk altijd Facebook. Maar ja, ik ja. wacht op een wat lagere koers. Ja, maar als die niet komt, besluit je dan toch om weer tuurlijk. te stappen? Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, ja. het naar Facebook. Uh, er zijn zoveel Amerikaanse aandelen waar je in moet zitten hoor. Microsoft, Apple. Geert heeft er een paar genoemd. Facebook, uh, noem maar op. Dat zijn de echte groeiaandelen. Cisco, uh, je kan mm -hmm. er veel noemen. Ja, ja. Nou, Geert uh, ja zijn dat ook jouw pareltjes, ook met voorfarmers erbij? Of heb jij nog andere pareltjes van de, van de Amsterdamse beurs? Nou, op de Nederlandse beurs kijk ik bijvoorbeeld naar Albers. Albers mm -hmm. uh, zag je de omzet over het eerste kwartaal met 12% dalen. Maar uh, dat is vergelijkbaar met het, uh, met het uh, niveau mei 2019, dus zo slecht is het niet. De Otter uh, die zit wel uh, uh, voor heel, uh, duizend, 2020 op, op goed niveau vergelijkbaar. Dus. Um, uh, Albus is naar mijn beleving uh, misschien terecht afgestraft omdat de wereld zijn adem inhield, maar blijft nu een beetje achter. En je ziet ook uh, op dit moment dat bijvoorbeeld een, een Kepler die geeft een koersdoel van 34 euro, die heeft houden, die had het in al staan, maar ING gaf een, uh, een koersdoel van 27 euro, een koopadvies ook, en die heeft dat juist uh, 27 juni omhoog gekregen naar 35 euro. En, en uh, ik, vind dat er, ik vind dat echt een aandeeltje waar je naar uh, zou kunnen kijken. En uh, we zijn de beursgenoten, ligt het ook op een lat om geanalyseerd te ik praat eigenlijk een beetje voor mijn beurt uit. Maar ja, mm -hmm. dat maakt niks uit. Mensen die dat zelf dan wel kunnen beoordelen, die doen daar hun voordeel mee. Um, een ander aandeel wat ik, wat, wat ik ontzettend leuk vind, dat treed ik er altijd in. Heel klein maar hoor, maar ik bedoel dat is giliads. De Gilead dan elke keer dan dan, dan dan verkoop ik zo rond de 78, 79, 77 maar net, hoe, 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 wat voor gevoel ik erbij heb en dan koop ik dat weer terug op 72, 73, 71 72. en ik speel daar een beetje Allemaal mee. Leuk. Ik, ik ja. laat het een beetje, en ja, dat, dat lukt me vele malen. En de laatste keer heb ik een, een, een 50% heb ik gehouden en toen heb ik op 72, 73 heb ik weer de andere 5% bijgekocht en gisteren stond hij weer bijna 77 en ik dacht, oké, okay, wat goed. Ik, oh, ik wacht ja. vanavond even af, als je, vanavond dan als er iets plus is, dan ram ik de helft er weer uit en dan laat ik weer terug zakken naar beneden. Dus ik hou eigenlijk wel een beetje de hele tijd het positietje aan. Klein hoor. Maar is dat leuk om. Giliad is natuurlijk uh, uh, een speler. Hè? Uh, een groot aantal houdingen. Lagerpos. Uh, heeft hij uh, Rimmer die virus uh, remmers, uh, Gaat Europa nu ook inkopen? Ja, dat. Er wordt een enorme discussie gevoerd over wat voor prijzen ze mogen rekenen. Maar stel je voor dat ze gewoon goedkope prijzen rekenen. Tussen de 1000 en 2000 dollar. zouden hadden 2 miljard omzet kunnen brengen. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie speler. Maar het bedrijf wordt er ook naar gewaardeerd. Maar heel leuk. Ik heb ook een stuk erover geschreven. Staat ook op de beursgenoten site met een dag, denk ik. Want ik heb dat... Net, ja. net, de inkt zit nog aan mijn vingers. Mag je met de optiestrategie van Takeaway? Ja, daar heb je ook een enorme klap mee geslagen. Ja, Die was mooi, hè? Die ja. was echt goed. Ja. Uh, heb je goed ja. gezien. Uh, maar heb je nog zo'n uh, leuke, uitgekende optiestrategie? Ja, eerst even, even om het Elke keer als TKW. En dat is op een gegeven moment... in, in, in Elke keer steken wij een overname doet... dan, dan zakt die koers ja. in elkaar. Ja. Dus ik dacht bij mezelf... ja, uh, vrienden, uh, ik vind het wel goed. En toen heb ik een, 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 een strategie opgetouwd. Ik schreef dus een, een, een poet 80. Ik kocht, kocht een, een, een call. En ik, uh, en ik schreef een call. Ik, ik kreeg zelfs credit. Zat, ja. Er zat 10 euro tussen. Ja, de ging de koers terug naar 88. Toen vulden we de zakken giga. Ik heb overigens verkocht. Dus uh, tot ziens. Mm -hmm. En uh, geld op de bank. Ik zou uh, uh, nu... Uh, um, heb ik gekeken, ik heb het over Alberts, Ik zet midden in die aandelen Albers uh, in die analyse en ik heb ook gekeken naar de opties. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar december uh, dit jaar. Van, en je kijkt bijvoorbeeld naar de Poet 30 en de Call 30. De Poot 30 die doet uh, 3,60 euro de koers is op dit moment 29,50. Dus Met andere woorden, als je een Poet 30 schrijft, eigenlijk zegt: ik wil al aandelen kopen op 30 euro, krijg je dus maar liefst 3,60 euro. Die mag je houden als die koers boven de 30 is. Nou ik gaf je net de koersdoelen. Dat zijn 34, 35 euro van Kepler en de ING. En als de koers lager is. Dan moet je ze kopen. Hè? Maar goed dan hou je ook het geld. Dus per saldo heb je ze aan, aan de broek voor uh, 30 euro. Dus die 360 die je mag houden is 26 euro en 40 cent. Maar een call 30 bijvoorbeeld. Die doet 3 euro en 5 cent. Dan moet je dus aandelen leveren voor 30 euro. Nou, ze staan 29,50. Dus als je aandelen koopt, lijkt me dat ook niet zo'n probleem. En, uh, en als je moet leveren, verdien je 50 cent op koers. Vervolgens levert je de aandelen lekker af. Hou je die 3 euro stijver ook nog een keer. Dus je verdient 3,55. Nou, laat maar gaan. Die bananen heb je leuk verdiend. Zet je een mooi een beetje tegen die gemiddelde koersdoelen van dit moment uh, aan. Uh, en je kan natuurlijk ook beide doen. Hè? dan zeg je, koop ik normaal gesproken 200 aandelen in mijn portefeuille, Koop je er nu 100, dan schrijf je een poets. 30, krijg je die 360 voor? Je schrijft een call 30, dat je moet leveren, krijg je 3 euro voor, pak je 3,65 euro. En als het dan, aandeel dan hoog staat, maak je ook dan 50 cent koerswinst. En wat wij dan doen, en, uh, en jij bent onder meer van optiecalculaties.nl. je had het vanmorgen al met me over, dan ja. jij koopt dan in plaats van aandelen, koop je een call. Dat vind ik heel slim, maar daar moet je wat techniek voor, uh, voor kennen. En dan koop je call en schrijf je die put in die call. En uh, dan doe ik het, zet het leuk. Uh, maar goed, dat is dus op dit moment mijn optiestrategie. Een goede hoorder die snapt precies wat ik gezegd heb. Uh, mensen die uh, het graag willen nalezen, www.beursgenoten.nl, dan ook in het nieuwe blad. Uitgebreid omschreven. Ja, want die komt ook volgende week bij de lezers op. Ja, dan leg ik het echt even uit per positie, wat er kan mm -hmm. gebeuren. Daar heb ik er ook grafieken bij? Heb ik er ook tabellen bij over je wensverlies... je risico's, et cetera, et cetera? Uh, uh, weet wat je koopt, weet waarom je het koopt, Gaat ook over, weet wat voor positie je inneemt en wat de doelstelling is van je positie. Meten is weten. Hartstikke mooi. Nee, André, als beleggers of luisteraars nou met jou in contact willen komen of even met jou sparren, hoe komen ze dan het best eigenlijk met jouw contact? Nou, dat is heel makkelijk. Ze kunnen me eigenlijk het beste bellen. Dat mag ook uh, direct. Uh, wij hebben uh, uiteraard ons telefoonnummer op de website. Aberveld.nl www.aberveld.nl uh, 020-3050-540 uh, Cliënten kunnen direct met me in contact komen. Altijd. We staan uh, altijd klaar voor onze mensen. En mocht je meer informatie uh, willen. Ja, mailtje naar info.aberveld.nl Of bel me gewoon direct. Je krijgt me aan de lijn. Want dat is je nummer ook alweer, André? 020-3050-540. 30-50-540. Oké. Gewoon doen. Leuk. Gewoon bellen. Geen schroom. En uh, dan kunnen wij... Uh... Krijgt ze jezelf een lijn, André? Jazeker. Maar heren, uh, nou, mooie afsluiten Ik wil jullie echt beide bedanken. En ook leuk uh, nou, om als gast te... Uh, nou, uh, ik wil jullie bedanken, uh, beursgenoten, dat ik hier uh, mocht uh, aanwezig zijn. Ik vind dat hartstikke leuk. En, kom, eens, uh, uh, kom eens vaker terug. Ik vind het ook leuk, leuk, die interactie ja. met jou. Maar, uh, ik zou ook gehoord. wel graag dat we dan een aandeel zoeken... Uh, Waar jij dus zeg maar een mening over hebt, en dat ik de omgekeerde. Je kan de beursgenoten site, kun je in mijn visie altijd kijken? Dus confronteer me eens met iets waar je het niet mee eens bent. Dan ja, ook, dat ja, wordt dat ja, wordt een beetje het, leuk natuurlijk. Ik heb altijd er heel spannend van. Hè? Weet je, dan moet dan, dan moet het, de twee ja. druppels moeten hier door de studio heen vliegen. Geert, ik wil me niet meteen de eerste keer met je gaan knokken. dus dat nee, oké, oké, daag me uit. Ja. Ga, ik ga ervoor. Ja, okay. ja, Heerlijk bedankt. Tot de volgende keer. En uh, voor de luisteraars die nog geen lid zijn van Beursgenoten, wat ik me bijna haast niet kan voorstellen, ga snel naar onze site www.beursgenoten.nl en word lid om te profiteren van de padels en de optiestrategieën die allemaal besproken zijn in. In de podcast. En ook natuurlijk als jullie vragen hebben, ga naar uh, onze site en stuur een mail naar infobeursgenoten.nl. En Geert gaf er net al aan: uh, alle actuele posities uh, van de auteurs uh, kunnen jullie terugvinden op de site onder het kopje Mededelingen. Nou, tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.